Welkom bij het SNOS-journaal. Ik ben Harry Visser en we hebben een extra nieuwsuitzending omdat de vikingen ons land binnen zijn gevallen. Mijn collega zit daar bij onze troepen en kijkt hoe het daar naartoe gaat. Het is daar volgens mij een hele grote chaos. Ja Harry, het gaat er nu erg toe. Mensen rennen schreeuwend door elkaar heen. De vikingen zijn boos. Ik ben hier niet meer veilig. Mensen, de ziekenhuizen liggen vol. Onze cameraman is gesneuveld. Gelukkig hebben we snel een andere kunnen vinden. En die is naar mijn collega gegaan die intussen in een bunker is gevlucht. Volgens mij is de kust veilig. Huh, wie is dat? Wat ga je mij filmen, jongen? Ik zit hier in mijn broek te schijten en jij gaat mij filmen, kaka. Ik zoek een veilige plek, jongen. Niet bij jou. Wat heeft hij nou in één keer? Waarom gaat hij weg? Wie is dat? Stokken. Ik ben maar een cameraman. Ik doe eens rustig, jij. Nou, volgens mij gaat het daar niet helemaal goed. We proberen nog een keer over te schakelen naar de cameraman. Maar we weten niet zeker of het lukt. Want... misschien doet de camera het niet meer. Ik heb de viking afgeschud. Ik zit nu hier zo in een bunker. En ik ga proberen of ik die andere jongen nog kan vinden. Oh, daar is die. Blijf stil. Wat is er? Je zit vastgebonden. Ah, ik maak nou wel snel. Wees stil, hè. Misschien komt hij eraan. Dat is hij. Ren voor je leven. Nou, volgens mij zijn die ontkomen. We schakelen nu terug naar onze goede oude verslaggever. Die in de bunker met de Nederlandse commandant het strijdplan bespreekt. We zitten nu in de bunker. We bespreken de strategie. We zitten hier in Keulen, in de bunker. Wat gaan we doen? Kijk, de vikingen wonen in Noorwegen, Zweden en Finland. Rusland zit daar vlak naast. Dus als wij Rusland nou sturen naar de kust van de Oostzee en de Noordzee... en houden hun daar de vikingen. En Nederland is nu mobiliseren. Ja, aan het mobiliseren. Dus het even recht zetten, weet je wel, met een leger. Ja. Maar ik denk dat ze het niet zo lang volhouden. Dus als Rusland nou versterking vraagt en wij naar Spanje vluchten, kunnen wij de mensen daar... Ja, maar dan moeten we 500 man sturen, want anders is dit onbeschermd. 500 man? Hun hebben daar 100.000 man. Oh, dat maar niet. Ja, dus 50.000 man hier, 50.000 man daar. Ik ga nu even Rusland bellen dan om te kijken of ik kan doen. Ja? Hallo, yes. With the sir, the commandant of Holland. I will ask you for a few soldiers. Yes? How many? Oh,
So, 50,000, is that okay? Yes? Okay. I'll see you soon. Thank you. Bye. Nou, dat was dus het Ruslandse leger. Ze willen het doen, dus wij kunnen nu zo snel mogelijk naar Spanje. Als de vikingen daar dan nog niet zijn. Ik ga nu weer over naar jou. Oké. Nou, ik ga nu weer over naar Hardy. Nee, wacht even. Wat zei je? Oh, de Russische troepen zijn aangekomen. En nu kunnen we de vikingen afweren. We hopen dus dat dit allemaal goed afloopt. Dit was het einde van de extra nieuwsuitzending.